Een Duitser van Borussia. Daar zijn er twee van roze. En dan krijg ik net een van die andere zes die dan nog voetballen. Nee, weer! Fuck you, jee. Eerst Weidefeller, nu fucking Sven motherfucking Bender. Wil jij snel, goedkoop en betrouwbaar coins kopen op welk platform dan ook? Ga dan naar fifacoinsnl.com en gebruik de code LUCKYGRAAF voor extra korting. Yo mensen, en dit is iets wat we al lang niet meer hebben gedaan. Want de Team of the Season is inmiddels alweer een paar weken voorbij. Maar ik ga eindelijk weer een packs openen. Want er zijn op dit moment futties. En ik wil zeggen... Ik laat ze nu zien, maar ik kan ze hier nergens vinden. Maar het is nu 7:03. Ik had net even snel de Twitter van EA gecheckt. En er stond daadwerkelijk dat ze nu in pack zijn. Dat zijn dus die roze kaartjes. Ik zou zo even zo'n heel episch geëdit plaatje van EA's Twitter afhalen. En die dan even in beeld zetten voor de mensen die niet weten wat het is. Je kon erop stemmen en dit zijn ze geworden. Degene die ik het graagst wil hebben, het liefst wil hebben. Ja, Marco Reus. Daar lijkt me geen discussie over mogelijk voor mijzelf. Tuurlijk, Bale krijgen is chill. Überhaupt zo'n roze krijgen is chill. Maar het liefste dan toch nog Royce. Al zou Bale wel duurder zijn, maar I don't care, Royce. En ho, 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 voor ik het vergeet. Er is natuurlijk ook nog een heel ziek Team of the Week. En dat is wel echt beast, beast, beast. Dit is het Team of the Week van vorige week. Huh? Ik kan het nieuwe Team of the Week nog niet zien. Ik kan de futties niet zien. Er staat dat ze in pack zijn. Ik heb er nu echt geen vertrouwen in. Ik heb al eens vaker, zeg maar, geen vertrouwen in EA. Zeg maar gewoon ongeveer altijd als ik FIFA opsta. Even kijken of ze al in pack zitten. Dadelijk ga ik allemaal packs openen voor saus. Zou wel typisch mij zijn. Ik, als ze nog niet op de markt zijn, durf ik ook nog geen packs te openen. Wat is dit voor dilemma? Ik wil gewoon packs openen. Er zijn er volgens mij nog geen op de markt. Dus dan ga ik maar gewoon zorgen dat ik de eerste ben die ze op de markt krijgt. Ofzo. Misschien is dat een idee. Al ga ik ze nooit verkopen. Maar I don't care and I don't wanna care. Eerste pack van vandaag. Geef me een roze. Als hier een roze zit. Nou ja, dat was ook te leuk om aan te zijn. Drop natuurlijk een like. Want dan ga ik sowieso een roze pack in deze video. Kijk, komt die aan. Ja, Piatti. Rasmus Elm. Of is het Victor? Nee, dit is Rasmus. Dit gaat zo echt niet opschieten. Ook niet voor de video. Want als ik niks in packs krijg, ja, wat moet ik dan in godsnaam laten zien? Ik had Henderson. Yes. Ja, ja, dat is natuurlijk wel volgend jaar gewoon een coverstar. Zeg maar, die op de cover staat van FIFA 16. Echt, ik vind het zo jammer dat ik niet in Engeland woon en dat ik hem op de cover krijg. Ik had net gezien trouwens. Dat is wel fucking baas. Milik staat op de voorkant van Polen. Ik vind het echt fucking baas. Ik vind het mooi dat ze spelen uit de Eredivisie dat kan en dat hij daarop staat. Maar aan de andere kant denk ik wel, waarom niet Lewandowski? Maar prima, ze zullen er vast in Polen zelf voor hebben gekozen. Ik vind het wel leuk voor Milik en voor ja, het is toch grappig als Eredivisie speler, weet je wel. Maar wel raar. En als ze Polen doen, waarom doen ze dan Nederland? Ik geloof niet dat er in Polen meer mensen zijn die FIFA kopen toch dan in Nederland. Dat lijkt me tenminste. Dus geef ons ook gewoon lekker eentje met Pai op de voorgrond of zo. Dat zou iedereen fucking vet vinden. In zijn United shirtje, dat hij daar zo staat langs Messi. Maar ja, dat ben ik dan weer. En EA Sport niet. En ik ook niet. Maar ja, we zijn het toch niet met elkaar eens meestal. Zeg maar eigenlijk nooit. Ik ben het nog nooit echt eens geweest met EA. Oh! De prijsrange van Royce is dus 4 ton, 8 ton. Ik ging even checken. Ah, hij ziet er wel zo fucking sexy uit. Ik ging hem gewoon even spammen. Lol, ze komen er nou gewoon... Oh, dit is dezelfde. Kijk maar. Ja. Maar hij is nu in ieder geval op de markt. Dus ze worden op dit moment gepackt. Dat betekent dat ik ook even ga zorgen dat er gaat gebeuren. Maar ik ga sowieso 8 ton overhouden om Royce te halen. Dus dan kan ik hem altijd nog kopen, weet je wel. Oh... Ik heb Marciano. Maar eigenlijk kun je alleen een roze packen. Ja, of een Messi of een normale Ronaldo. Zou ik ook prima vinden. Maar ja, voor de rest, als je een Team of the Week packt, dan heb je gewoon pech, zeg maar. Dan voel je je zo kut dat je zo'n slechte inform pack. Dat je alsnog jezelf wil snijden, zeg maar. Hey, Nolitootje. Oh, man, man, man. Wat heb ik van die jongen genoten tijdens het Team of the Season. Elke keer weer. Als iemand een packte. Godverdomme, ik heb een Team of the Season. Wie is het, Jan? Nolitootje. Oh, Marco Marin. Hij was nog zo'n dikke legend. FIFA 13 volgens mij. Wauw. Kramer en Fuego in een 15k pakket. Alleen maar... Oh, dat vind ik al zo'n drama. Je niet eens een shiny speler. Yay. Nu had ik wel een shiny. Hey, en dan was er 85 ook. Ik ben bang dat ik hem wel gewoon moet discarden. Die was ook een kwartier geleden nog man of the match. Vargas. Ik snap dat echt niet, joh. Als je zo traag bent, dan heb je toch wel echt een kutleven, hoor. Allemaal troep. Alweer gewoon dat hiervoor gewoon niet in spelers zitten. En bij mijn duplicates, ja, dit. Jee. Op een manier heb ik op dit account echt gewoon nooit backluck. Echt nooit. Wow. Oh, Mekhi Steven. Nice. Ah, gay. Ik dacht dat hij nog wel redelijk verkocht. Ik gooi hem sowieso in mijn club. 5-star skill movies. Ik ga hem nooit gebruiken, man. I don't care. Ja, ja, wat een hero. Timmy Simons. Koek, koek. Haha, lekker hoor. Oh, wat een man is dat zeg. Wat een baas. Haha. Ik ben bang dat ze roze er echt niet in gaat zitten.
Althans, niet in mijn pakket. Hazard op de pack. Royce in de pack. Want ja, YOLO. Abdoulaye. Wat een baas. When you want to scheer je kop kaal, but de kapper is really duur. En dan halverwege denkt er van, nou ja, laat maar. Ik vind het zo ook al mooi. Dan is dat wat er over blijft, zeg maar. Fuck you. Is dit weer naar... Wat is dit nou naar Real toe? Wat gaat hij nou bij Real doen? Chessinev is gewoon 25. Ik heb er nog nooit van gehoord. Hij heeft voor zich nog Jesse Rodriguez en Cristiano Ronaldo. What the fuck ga je in godsnaam bij Real Madrid doen? Shinji! Hey, Mikey van den Oren. Yo. Bruno. Bruno zit in de pack. Bruno. Ewa Bruno. Ik ga gewoon door tot ik nul munten heb. Gewoon helemaal nul. Ik vind het leuk dat we zo hard aan packs. En dan zeg ik eerst nog, stop bij 800k, dan kan ik Royce kopen. Maar vervolgens ga ik toch door, want ik ben toch een of andere noob. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Touré. Engel. Ja, ik kan nu wel een grap maken. Voor mij ben je niet echt een engel, maar stuur je maar naar mijn club. Oh. Een Duitser van Borussia. Er zijn er twee van roze. En dan krijg ik net een van die andere zes die dan nog voetballen. Je hebt nog Hummels, Grosskreutz. Zo, Weidenfeller dan uiteraard. Nee, weer! Fuck you, jee. Eerst Weidenfeller, nu fucking Sven motherfucking Bender. Geef me nou eens een van die andere twee duizers van dat vuile stink Dortmund. Prank! Jezus! Oh, ze horen mij gewoon. Ze zitten hier ergens. Ik zweer het, ze horen mij. Ze pesten me ook. Ah, en ook nog die... Ah, de fucking trollpack. Bender, terwijl dat er twee Duitsers van Dortmund roze zijn. Fucking Hazard. En Sven Kramer, terwijl het als schaatser is. Huh, hoe kan dat nou? Ja, kutkinderen. Gaan spelen. Montoya, hey. Ik weet niet of jullie Zack en Cody kennen, maar dan ken je zo Julio, ja, Ricardo Montoya de Rosso de Ramirez. Fucking boeiend. José Fonte, we hadden het net over Nolito'tje. Nou, Fonte, dat was ook echt genieten tijdens het Team of the Season. Op dit moment is alles uitgevallen bij mij. Behalve dan de opname van mijn stem en mijn gezicht, maar... Srna, dat is echt zo van, yo, ik heb een paar letters en ik ga ze nu gewoon opschrijven in een willekeurige volgorde. En dan komt eruit, Srna. Alexis, prima. Die verkoopt tegenwoordig gewoon nog voor 9, ja, hier zie je gewoon 9k. Nu ik dit dikke beest heb gekregen, zit ik even te denken van, ik heb nog wel leuks voor jullie. Check wat ik hier packte. Dit was tijdens de 24 FIFA stream. En ik dacht, weet je, een heleboel mensen hebben dat niet gezien, omdat dat... Wel, echt al redelijk, ja, niet laat was. Het was eigenlijk redelijk vroeg. Het is maar net, zeg maar, of je zegt het was heel laat, of je zegt het was heel vroeg. Want er waren vast alweer mensen die onderweg waren naar zijn werk op dat tijdstip. Maar, ja, of je het nou heel vroeg noemt of heel laat. Dit was in ieder geval wat er gebeurde. Oh! Lekker hoor, Arjen! Kom aan! Kale koppen, niet te stoppen! Hoe even dansen? Nee, oh, wacht. Let's go, Arjen! Twee packs later. Oh! Oh, maat! Holy shit! Maat! In voor Maguero! Aguero! Honderd in voor Maguero! Kom kijken! Een straal en toch al! Kom kijken! Brengen. Fuck you! What the fuck? Dat zit er net, jongen! Hoe je mogelijk, gek! Dit kan echt niet! Dit kan echt niet, gap! Bruh! Je hoort die Milo ook zo mooi dat hij denkt dat het een prank is. Omdat ik eerst al die rollen packte, toen ook die info, maar ik geloofde er niks van. Hij dacht echt dat ik hem zat te pranken. Maar ja, als je zo mijn packluck krijgt, snap ik ook wel dat hij dat dacht. Want hoe kan ik nou in 3 packs tijd 2 van zulke goede spelers packen? Ik bedoel, zie je hoe deze video eraan toe gaat. Ai! Yeah! Oh. Dat was echt totaal niet de bedoeling en dat ging ook echt per ongeluk oprecht. Maar maakt niet uit. Nou ja, niet verkeerd. Ben ik ontzettend blij mee. Al gebruik ik hem echt nooit. Want lang leven mijn maat Leno. Maar weet je wel, kan ik niet meer zeggen, ja, ik heb iets gepakt. Zet ik een type featuring 90 rated. En aangezien dat er echt 3 of 4 putties zijn van 90 rated, gaat iedereen denken, hij pakt Yaya Touré. Nee, nee, nee. Hij pakt Rooney. Nee, nee, nee. Nee, nee, ik pak de Neuer. Fuck you. Oh, en immers. Ah, dit ziet toch allemaal niet op. Weer zo'n fucking prank. Die voor jullie. Ik kan je niet laten gaan. Soms zit je nog in mijn hoofd. Ah, nee. Ja, Rooney. Ah.
Weet je wat hier zo leuk aan nog is? Altijd, en dan had ik het laatst over met, ik weet niet met wie, zei ik, als ik packs open, weet je, als het heet het zo, in before, er komt dadelijk iets, kan ik juichen. En altijd als ik dan op mijn telefoon ga kijken of ik begin te zingen, weet je wel, dan krijg ik iets goeds, waardoor ik dat dan niet meer uit kan knippen. En dan sta ik weer vol lul. En dat gebeurt me nu dus weer. Ik zat echt te zingen, ik kreeg fucking groen. Yes! Nu kan ik gewoon zeggen, featuring 92 reden. Oh mijn god, ja! Roenie, fuck you! Lekker in de club. Kom maar! Het heeft me uiteindelijk 1,3 miljoen gekost om er een te packen. En nu ga ik uit die laatste 300k nog hebben. Nou, uit die laatste packs heb ik ook echt gewoon helemaal niks meer gekregen. En zo nu ook niet. Ik heb 6666 munten. Dat vind ik echt prachtig om mee af te sluiten. Jongens, ik wil jullie ontzettend bedanken voor het kijken. Het was niet helemaal fantastisch, maar we hebben wel gewoon deze beauty gepackt. Dus dat is wel chill. Allemaal dikke prima. Ik hoop dat jullie leuk vonden weer een keer pack opening. Is toch een tijdje geleden. Een like zou super awesome zijn. Van mij pad deel je met iedereen die je hebt. Als je daar vrolijk van wordt. Ik in ieder geval wel. Vergeet niet te abonneren als je nog niet geabonneerd bent. Dan hoop ik jullie bij de volgende video weer te zien. Dat is maandag. En later mensen.